Voor de dames begon het hockeyseizoen 3 wedstrijden later dan de heren vanwege het WK in Argentinië. De dames van HDM in Den Haag kregen Kampong uit Utrecht op bezoek. En het seizoen begint vooral voor 1 speler van HDM veelbelovend. Mascha Kimman. Mascha Kimman geeft met 3 goals haar visitekaartje af. Ja, 3 goals in een wedstrijd, spannende wedstrijd, maar eigenlijk in de eerste helft al beslist. 3-1 al geworden en met 3 goals. Ja. Dat is een lekker begin. Ja, dat is zeker een lekker begin. Ja, Kampong, we wilden echt de eerste wedstrijd al winnen om eigenlijk trend te zetten voor de rest van de competitie. En dat is inderdaad gelukt. Dus hoop dat het zo doorgaat en we zetten hem zo door. Ja, de favorieten zijn natuurlijk altijd weer bekend. Hè? Ja. Wat is jullie ambitie? Ja, onze ambitie linker rijtje. 5e plaats zou mooi zijn. En ja, als we zo doorgaan gaat dat goed. Doe je mee! Laat je meer zien! Oud-international Miek van Geenhuizen is nieuw bij HDM. Zij speelde vorig seizoen nog voor Laren. Een prachtige dag, dik winnen, zo moet hockey zijn, hè? Ja, inderdaad, zo zou het moeten zijn. En vandaag is het ook zo. Dus ik denk dat het een goede start van de competitie is, ja. Het was voor jou de eerste wedstrijd hier, hoe ging het? Nou, met mezelf ging het wat minder vandaag. Maar ik ben blij dat we met het team gewoon hard gewerkt hebben en deze 3 punten binnen hebben gesleept. Wat is je ambitie dit seizoen? Nou, mijn ambitie is, ik heb de afgelopen 14 jaar in de top van de hoofdklasse meegedraaid. Altijd finales, play-offs gespeeld. En eigenlijk wilde ik wel een keer wat anders. En een keer in de middenmoot een team proberen omhoog te brengen. En dat is gewoon een hele andere uitdaging dan weer een finale te spelen. Ik denk dat het voor mezelf ook qua ontwikkeling, maar ook omdat ik toch wel wat ervaring heb, is het leuk om dat ook naar jongere speeltjes over te brengen. Ja.